Mijn naam is Paul Bruggeman, ik ben servicemonteur bij KLM Equipment Services. Samen met mijn collega's onderhouden we en repareren we alle rijdende voertuigen op Schiphol. Wij repareren van kleine bedrijfswagens, personenwagens tot aan grote vliegtuigtrekkers zoals deze grote jongen. De achteras is bij deze vliegtuigtrekker defect, is verwijderd en we wachten nu op een nieuwe zodat die weer zo snel mogelijk ingezet kan worden. Deze loader die komt binnen voor een serviceinspectie en we gaan oliefilter wisselen en dan verlichting controleren. En dan is hij in principe weer klaar om het platform op te gaan. Nou, Rien, als we dan hier de olieaftapplug eruit draaien, dan komt de olie eruit. Okay. Ik werk hier omdat ik hier alle voertuigen die hier hebben rondrijden, vind je nergens anders dan alleen hier. Dit zijn allemaal speciale voertuigen en die kom je op de gewone weg niet tegen. We gaan naar het platform, naar de de-icing platform. Daar staan een aantal voertuigen met storingen. Gaan we even kijken wat daar aan de hand is en of we het kunnen verhelpen. We gaan even bij de 324 Severo kijken. Die heeft boomsnelheden die niet helemaal correct zijn, dus die gaan we even controleren. Nou, we hebben alles gecontroleerd. De snelheden vallen binnen de norm, dus het ziet er allemaal perfect uit. Nou, ik hoop dat jullie een beeld hebben gekregen van onze werkzaamheden. En nou ja, goed, tot ziens. Ja, tot ziens.